In Wijkcentrum NIVER was vrijdagavond de laatste van 10 workshops van Kinderresto van Harte. Resto van Harte wil dat mensen weer gaan meedoen in de buurt en in de maatschappij. De Kinderresto in NIVER is er voor het tweede jaar. Kinderen helpen mee met het bereiden van de maaltijd, leren veel over gezond eten en nog veel meer. Ja, hoe maak je nou eigenlijk deeg? Dan heb je wat meel en dan doe je daar wat warm water doorheen. Ja, en dan? Dan moet je het gaan kneden. Is dat werk? Jawel. Resto van Harte is een stichting die 11 jaar geleden is opgericht door Fred Bekers. En Fred was een arts bij Artsen zonder Grenzen. Hij kwam weer terug in Nederland en zag dat er toch eigenlijk in het buitenland niet genoeg te doen was, maar ook voldoende nog in Nederland. En toen heeft hij Resto van Harte opgericht en is gestart met een stuk of 10 resto's. En nu zijn er inmiddels meer dan 50 resto's landelijk. Vladimir de Graaf, wat zijn jullie hier aan het doen? We gaan iets koken en dat heet regenboogpizza. Wat is dat nou, een regenboogpizza? Dat is een pizza met allemaal kleur erop van een regenboog. En we hebben met de kinderen 10 lessen gezond koken gedaan, 10 workshops. En in elke workshop werd zeg maar een gezond item behandeld. Althans, er werd verteld aan de kinderen wat gezond is, niet gezond. Zo hadden we een item over eiwitten. Zo hebben we een item over zeg maar goede en slechte vetten gehad. Zo hebben we een item over koolhydraten. Plus ook een item en goede nachtrust nemen en zo. Het is in Almelo nu de tweede keer daarover dat we 10 weken hebben gedraaid. Landelijk hebben we ongeveer 25 kinderresto's waar allemaal kinderresto coaches op zitten en zo. En ja, dat loopt heel goed. Is die lekker, Vladimir? Ja.